De X-Factor Award. Wat is het en waarom doen we het? De X-Factor Award is zo belangrijk voor ons, want de X-Factor is de vertaling van onze missie en visie van onze hogeschool. Het is ons leidmotief, het zet onze koers uit waar we in de komende jaren aan gaan werken, opdat onze studenten veerkrachtig en sterk zullen staan in deze sterke, veranderende omgeving. Vol zwarte zwanen, want we kunnen nooit meer de toekomst voorspellen. En daarom zetten we in op onze X-Factor. Hoe zijn we te werk gegaan, dames en heren? De X-Factor Award, daar hebben we elke opleiding de kans gegeven om hun X-Factor kandidaat voor te stellen. En uit deze gegadigde heeft een expertjury een keuze gemaakt. Dames en heren, tromgeroffel, de winnaar van de X-Factor Award is... Wouter van den Euker van de opleiding Elektronica ICT. Proficiat! Hey, ik ben Wouter van den Euker, ondertussen 25, student-ondernemer aan PXL Tech en co-founder van Credo. Credo is een start-up die ik mee heb opgestart tijdens mijn studententijd hier aan de PXL en wij willen 3D-printen toegankelijker maken voor KMO's. Als student aan PXL Tech kijk ik nog steeds mijn ogen uit wanneer ik een lasercutter of een 3D-printer aan het werk zie. En ik geloof echt dat dergelijke technologieën deze wereld een betere plaats maken. De X-Factor van PXL belichaamt voor mij een visie voor de toekomst voor zowel het onderwijslandschap als het werkveld. Waar vakken is alleen vroeger voldoende was, leven we vandaag in een wereld waar twee mensen in een garage op weekendtijd een revolutionair product kunnen gaan bouwen. En softskills en attitudes zijn daar veel belangrijker in geworden. Ondernemend zijn, bruggen kunnen bouwen, samenwerken met anderen die compleet anders geschoold zijn en passie hebben voor wat we gaan doen, dat zijn eigenlijk cruciaal geworden. Voor mij persoonlijk is passie toch wel de belangrijkste van de vier pijlers van de X-Factor, omdat ik denk dat ze de andere drie verbindt en overkoepelt en dat ze je ook eigenlijk in staat stelt om toch aan die andere drie te gaan voldoen wanneer het al eens tegensteekt. In het tweede beentje van de X-Factor staat ondernemend en niet ondernemen. En dat is wel een belangrijk verschil, want of je nu een VZ2 opstart, of je start een eigen zaak, of je doet ergens anders je ding, dat is eigenlijk irrelevant. Wat belangrijk is, is om echt je eigen ding te gaan doen, om elke dag opnieuw te proberen om je droom te realiseren.